Welkom bij een andere aflevering van Serenatori. Voor deze aflevering bevinden we ons aan de Brantimakkaweg, de weg naar zee, waar we zullen praten met enkele bewoners uh, over wateroverlast. En ze zijn enkele dagen geleden getroffen geraakt door wateroverlast. Het gebied dat vaker last heeft van overstromingen zag deze keer ook huizen onder water lopen, met alle trieste gevolgen van dien. Oké, okay, alvast bedankt voor uw bereidwilligheid. Uh, ja, we bevinden ons hier omdat uh, deze, dit gebied water waateroverlas eh heeft u zelf ook wateroverlas ervaren Ja ja zeker want eh uh, apa sih sungu en lukumi kweki kau alasan ni en zo watra eh vernietig de armplan Ja meek moeite hodo tin landbouw Dus dano home beno appartement asan e vernietig en dat doet het pijn eigenlijk En niet alleen dat dan de ma fuara geren sef ne koluku e sef sana nga afol khumi so yung tangati de fanaf son de mi denki na watra abra and es de watra abra and tangati de no ma ne koluku te gandil te aksi de, de ma fu owe tak e only no de no do next and tide de de ma masin gue des de lipuno lipunu inalo tak e bakai katmar des mi me fchi no fu mi awanci wagi kota awagi no fani tak furu watra pasifu awatra gue manu mi abiro ko moro trang awanda abi kot gerasi suku gerasi en dama tak pe pe lipa oli abensi nadi isabi tok des luku me plan fruit ok tu en mi no sapa fa overleaf over de en fo sa tu ginya bakati prani no dan kan de bakafifiari da de defu ba this no one kontak contact e a safe sana nga ma fumiga so this next de mane luku and ko und do dat me fine erg tok tak e dema ne ko luku dema e cha dema and nai pal e wakananga hope no motak a a makro pa sama parani to el dang e boss amai diki diki himur amane bare this mina ma beta ki betre gue fuja ko luku salanti edu koluku donat ke sawan de fu meka dan de sus pelu ukan de cing feilah ko taksu de sta sami wan taki ya mi erfar water u disna food adit es bede so so ap ufalas pelas fa wat raja en uh, asan dis no kan go wang betona damus kong lek sei dei en e dat kong badang, alas dis uno gap moro And alas this wap yaren. Mina 50 yari langa metanja. Akabit disi. Sa senyang. De mi be, bede. 500 meter langa. And sa aset du ina 50 yari. Na nolaks ni meter lip nomo De ina 50 tak yari. And. Bata 500 meter fugo mit ase, de ibe waka bena 2 kilometer fara. Ja, hoor. Uh, we hebben behoorlijk wat uh, last gehad. Wateroverlast in ieder geval. De dam is op een paar plaatsen uh, uh, doorbroken door de zware golfslag uh, van de zee. En uh, dat zoute water is dus binnengekomen. Nu kunnen we wel zeggen dat mangroven best wel tegen wat, uh, wat natte voeten kan, wat water. Het moet zelf. Uh, ze schieten dan uh, luchtwortels om toch te kunnen ademen, ondanks het feit dat uh, de andere wortels onder uh, water zijn. Uh, het moet natuurlijk wel niet te gek worden. Uh, we hebben hier een nursery opgezet uh, voor het aankweken van mangroveplantjes. En de uh, nursery zelf is 4000 vierkante meter groot. En heeft een capaciteit van ongeveer 80.000 aangehoefde uh, plantjes uh, in te zetten uh, en op te kweken tot vier tot zes maanden oud, waarna ze verplaatst worden en wat wij noemen afgehard worden. Dat betekent dat we ze moeten laten wennen aan de natuurlijke omstandigheden van de van de omgeving en dat ze dan ingeplant worden. Uh, een van de problemen bij het implanten natuurlijk is dat je ze het liefst, deze magrovenplantjes, uh, achter de, nurse, eigenlijk voor de dam wil implanten. Uh, de golfzak is echter zo zwaar dat dat niet lukt en we besloten hebben dus voor de dam. Uh, de magovenplantjes in te planten en na gesprekken met de mensen die hier land hebben want u moet niet vergeten uh, de meeste mensen die aan de zeezijde van de Brandtiemakkaweg land hebben die hadden ruim 600 meter uh, land waar nu zee is uh, de meeste van de percelen zijn 100 meter breed, dus de meeste mannen had, mensen hadden uh, 6 hectare. En natuurlijk zijn er uitzonderingen, mensen die meer of minder uh, hebben. Maar zoals je ziet, de dam ligt op dit moment op ongeveer 100 meter van de Bratimaka weg. In ieder geval bij ons. Uh, dat betekent dat we op nauwelijks een hectare zitten. Uh, daar waar dit terrein 6 hectare geweest is. Dat is wat de zee gedaan heeft met het land dat dat hier is uh, en natuurlijk als dit zo doorgaat zonder dat iemand er iets aan doet zullen de mensen voor langs de Henry Fernandezweg Cedrehi, noem maar op daar binnen wat mijn landbouw doet, al vluchten maken krijgen met verzilting met zoutwater en dat kan natuurlijk nooit goed zijn voor agrarische gewassen

met a deck, stable deck, dahil sa 5 and tak of na 100 yari, karang siu Wabi, dahil 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 gram ching ching of sang e profiter fu a, a kabit ya. Mami apa dengki ki kan de daman lipo unu, kwan daman nawan luku unu, po unu kang gwe, dahil politik man, lik jogi sosang sang, dahil may yere grong daman da na sa suku ja so. Des dat na da sami dengki, ki, des daman de no kong, yep unu luku unu sefi, des desot man dati sa first na grong, dang de mandat okol luku e eh, Wanggrono de futiki sabi tawa mandat na festival suku grong alasi a a babo jafu balanti makawer, a mai fu wan dam wan beton dam o wan beton dam en uh, we aksi lanti fu me multi fen en dat uh, nami meneng. mening ik denk dat wij eh uh... Even die duurzame oplossing uh, uh, dat dat voor de dis, voor discussie is, wat we zo snel mogelijk nodig hebben, is dat die dam in ieder geval uh, goed gerepareerd wordt. Uh, we hebben ook een voorstel gedaan dat uh, met een grote zwampmachine uh, uh, in zee, uh, de dam wat verhoogd wordt, maar ook wat verbreed wordt. En uh, dan zullen we proberen om dan mangroven te planten, zodat uh, het, ter, het terrein, eigenlijk de, de, de kust, beschermd is door een goede dam, maar ook door, uh, door mangroven. Uh, de dam kan dan ook, voldoen, uh, uh, ook functioneren als een golfbreker, omdat de grote boosdoener is vaak. De uh, wind en uh, het zeewater. De uh, wind die erg hoge golven creëert, die dan op de dam inslaan en de dam dan daar waar het zwakker is, kan uh, doorboren. Hoe is die schade eigenlijk? Er is een schade met een man die geen inmunie is. Maar inmunie is het zo dat je een inmunie kan bouwen in een jaar you know, of in een jaar. Tapi abi pernah gerasi baka kami mus bermes dengan gerasi akau kanyang. Terus tadi lu kubun dah kane meser akau pu a a sistem kangko bum baka baka wantu yari fosi si. Terus mina madre ke en moni. Mata meser dema aku angko e safe sana ngah unuja. Terus next de ne konservi. Itu apa Obigi askada deh. de? Aska ada dia obigi. Tahu lu Mino mino mancari in in sani in act exact in cijfers and dat biggie. Als gaat dat me no, erger moren de voorgaande jari? Ja man, dat dis, mino, noid min of nooit. Ik ben klaar gesolde bigi biggie voor sami abi wan. pewan. Ja kweki, ja breed, ya tanja, ja wan. Voor het no, want au ou voor lastig tak de man gim. understanding of armoede zijn in mijn wanneer Mano, ya, abid. des taanditi denuno de mane konchek loku unu sei saja desmi vene wel triswa kwone da de mai le jeri drape efetivu d'inserefi ma de mane le koa folok na te a forkis doro da de kong kon hes an hes de mama flaksani desmi vene wel erg mi akau jaso me le i daronder isyak grasis ame poti amon ni ay kos mi moni one day na for barki oli melai and if you breaking in wamu da asalaras salaras mino doro asami salaras mino mga ball Sana at nguro sa na yabus mino ang furusang meka uno da ude failer dat no mo sa miwan taki meka wan stabil dek wang lexi like, dek ni kiri komo wene dat na sa sa miwan ni mino wan money food if gado gima krakti miro mi fin mi money tami deta freedom mino gudu magado gima kasante dat na moro belangre mino sab sa tak moro Dus uh, overheid, kun je poeja. Doe aan zijn. zo snel mogelijk. Ah, ja. Dat moet je aan noemen. De bewoners zijn graag dat er ook als uh, Nikeri en Kroni uh, een zeedijk wordt uit, gelegd. Wat is uw reactie erop? Uh, ja, uh, ik denk dat dat uiteindelijk uh, een, een zaak is die de overheid zal moeten beslissen, omdat het om miljoenen US-dollar gaat. Uh, maar als dat de oplossing is, dan zullen we daaraan moeten werken. Alleen dat is voor de lange termijn. Kijk, de mensen hier zijn geïnteresseerd in morgen en overmorgen. Wanneer uh, kunnen we veilig uh, uh, hier wonen en veilig hier planten? En uh, natuurlijk is een lange termijn oplossing altijd de beste. Maar we moeten ervan uitgaan dat Elke vloed die er is, de weg hier onder water is. Uh, de Brandtimakkaweg loopt helemaal onder bij elke vloed die er is. Er zijn te veel doorbraken. Dat moet eerst opgelost worden. Zo heeft u het zelf ook mogen volgen, de situatie hier, de weg naar zee. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Stran tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.